Zo, het koffertje is weer helemaal ingepakt. Want we gaan weer naar Amerika. Zijn net Magic Bands. Daar zijn we. Ja, ik had misschien even moeten zeggen dat het Amerika Limburg was en niet Amerika waar Orlando ligt. Zo, dat duurt nog eventjes. Gaat het goed, Zero? Maar goed, ja, nu we hier toch zijn, laten we je gewoon even hier een roomtour van doen. Want het is wel gewoon echt een heel leuk huisje. De voordeur, dus ook wel handig om binnen te komen. Dan sta je wel gewoon gelijk in de keuken. Maar met mooie nieuwe tegeltjes, met glasplaten. Ziet er heel mooi uit. En aan de zijkant gelijk de badkamer met het toilet. En een lekkere inloopdouche. Nou, lopen we het gangetje door. De eerste slaapkamer van de jongens. Hallo. Hallo. Dus ook met een leuk konijntje en gezellige vrolijke kleurtjes. Zero, ga je mee? Kom maar. Nou, dan lopen we even verder. Dan kom je in de woongedeelte. Dus ook met een afstapje, zo'n een beetje een zitkuil idee. Maar kijk nou wat leuke nieuwe meubeltjes dat ze hebben. Een mooi tafeltje en een bankje. Ook een leuke lamp. Nou, hier hebben we gelukkig nog wel een extra kastje, want anders is het een beetje weinig qua ruimte. Zero. Dat is niet helemaal de bedoeling, vriend. Maar goed, de hond heeft dus ook een verhoging waar die op kan. Verder gezellig met de bank. Ik wil even wennen dat we geen hoekbank dit keer hebben, maar letterlijk voor een vierpersoonshuisje vier zitplaatsen. Deze vind ik ook echt heel erg leuk. Nou, buiten zitten, dat gaat hem deze vakantie. Dus een mini-vakantie niet worden. Want het regent. Het was onderweg ook echt verschrikkelijk. Nou, dan hebben we hier ook nog onze slaapkamer. Nou, het is gewoon lekker ruim. Nog wel even mijn tasjes leegruimen. De rest had ik al gedaan. Maar daar gaan we het mee moeten doen dit weekend. Is leuk, Zero. Kom maar. Tuurlijk. Je bent gelukkig niet nat van buiten net. Ja, meneer had een ongelukje. Ja, meneer had een ongelukje. Die dacht, ik ga even een klein omweggetje maken en ik stap even in een plasje. Nou, die hond verdween bijna. Goed, ik ga nog even verder opruimen. Raymond en Kian die zijn lekker makkelijk gewoon even frietjes halen. Want ja, we gaan het onszelf niet moeilijk maken als we een weekendje weggaan. Erg relaxed zitten op de bank zo met je hond. Hi, Zero. Ja. Lekker. Ja. Voor het eerst echt aan de mocktails. Ik niet. Die zit gewoon drank in. I'm so excited, let's just stay high. I'm about to lose control, but nothing how I feel. I'm so excited, let's just stay high. No, 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 no.
Oh, dat is echt mijn nachtmerrie, hè, die grote vissen. Ga jij maaien dan? Ja, tuurlijk. Het is maar een vis, mama. Ja, bijt je zo je vinger erop? Nee, dan bijt ik zijn vinger erop. Goedemorgen. Nou, was het eerste nachtje hier in het huisje. Wel redelijk geslapen, maar ik ben zo'n muts die overal de kussen mee naartoe sleept. En dit keer ben ik hem vergeten. En dit ligt er voor geen meter. Maar goed, hè? Luxe problemen. Nou, het zonnetje schijnt buiten. Raymond en Kion zijn even ontbijtje halen. Dus ik zeg, laat de dag maar beginnen. Zo, en ik ben nu lekker heel even alleen weg. Momenteel in Duitsland. Zo snel gaat dat, hè? Van Amerika naar Duitsland met 25 minuutjes. Inclusief dat ik op moest rijden. Dus val best mee. Want ik dacht, nu we toch in de buurt zijn, ga ik nog even lekker naar de DM. Ethos, maar dan veel goedkoper. En ook gewoon echt lekkere eigen merkspulletjes. Dus even inslaan. Want ja, het duurt weer even voordat ik denk ik daarna weer in Duitsland kom. De buit van vandaag. De jongens moesten nog nieuwe shampoo. En ik heb de hele krullenlijn gekocht. Alles dubbel. Want ja, hè, voor dat geld kun je niet meer struikelen. Dat was ik kwijt. €25. Nou, dat valt toch best mee. Nou, 10 minuutjes later sta je in Venlo. Dus kijk of ze nog leuke Disney dingetjes hebben. Zo, weer geparkeerd bij Center Parcs. Nou, helaas was de Primark een beetje een teleurstelling. Ik heb gewoon helemaal niks gekocht. Dat gebeurt echt nagenoeg nooit. Maar goed, ben nog wel even bij de supermarkt geweest. Heeft wat lekkere dingetjes gehaald. En nu maar weer terug naar het huisje. Voordat we vanavond gaan eten. En vanavond gaan we naar ABC in Zevenum. Nooit geweest, wel veel over gehoord. En ja, de jongens die zijn nogal gek van buffetten. En toevallig voordat we weggingen zei Noah, oh, ik heb op TikTok nog zo'n leuk restaurant gezien, daar wil ik zo graag heen. Dus een beetje vissen van, joh, welke dan? Ja, ABC. Oh, waar zit dat dan? Ja, dat weet ik niet, maar het ziet er zo leuk uit met meerdere afdelingen. Dus, nou ja, we kennen de jongens goed genoeg, want dat hebben we al een tijdje geleden geboekt weer. Jongens, ja? Gaan we heen? Naar de McDonald's. Oh, heb je er zin in? Ja, zeker. Oké, mooi. Gaan we naar het ABC-restaurant. Die zag ik ook al op TikTok. Ja, dat had je gezegd. Ja. We gaan niet naar de Mac, jongen. Nee, het is een all-you-can-eat buffet. Lekker. Maar wel hopelijk een verbeterde versie van waar je altijd graag heen wil. Ja. Leuk? Ja, zeker. Ik heb zoveel zin in. Ik heb heel veel honger, dus we gaan even dat buffet leeg eten. Nou, ze sterkte daarmee. Ja. Wil je een emmertje vanavond? Ja, is goed. Zijn we dan? Good food, good feelings, ABC. Oh. Wij zitten daar, het Italiaanse gedeelte.
Ja, dat is een mysterieus ja? Prusje. Wat heb je? Ja. Mama, weet je wat er allemaal met dingen zat? Vies eten. En een drankje. Hey, een burger. Om het ja, die is gestopt. Ja, ja. Pas er nog in hoor. Ja, je hebt nog wel een beetje ruimte. Ja. Zoveel normaal eten heb jij ook, Noah? Twee of drie borden. Dus nu hebben we nog anderhalf uur om ons vol te stoppen. Met iets waar ik goed in ben om te eten. Toetjes. Ja. Ik heb gezien suikerspin, cupcakes, pancakes, wafels, crème brûlée. Ja, die gaan we veel met, die gaan we echt heel veel doen. Die gaan we eerst halen. En we kunnen al meteen lopen. Ja, onze aflos is er, dus wij gaan gauw rennen. Af? Mijn? Ja. Let's begin. Bord 1 van de toetjes. Ja. Ja, charmant. Ja. Jij dat dan ook? Nee. Doe eens. Heb ik niet. Wat een pitje in, jongen. Ja. Over je bakje. Lekker je fruit eten, jongen. Je citroentje. Ja, lekker gezond. Bubblegum. Oh. Ja. Ja, bordje nummer 2. Wat zei je nou net, Noah? Je kan alles met elkaar eten. Net toetjes met pizza. Als jij dat wil, moet je dat vooral doen, jongen. Ik ga door met bord 3. Suikerspin. Of op z'n Frans en barba papa. Heb je dat? Zo'n schattig rondje. Naar achter. Hangen. Goed, zo knel. Naar achter. Goed zo. Weet jij? We zijn al bij de Market Dome. Ja, lekker warm. Doei, Jan. Daar gaan we. Lekker hè? Ja. Wel koud hoor boven de. Ga jij door de glijbaan? Ja. Doei! Doei.
Lukt ie, Jan? Dat was het al. Laatste stukje binnen. Ciro, ga je je jas aan doen? Gaan we wandelen? Ga maar je jas aan doen. Ja, ga maar je jas aan doen. Kom maar. Ja, loop maar. Waar je zo zin in bent. Ga maar je jas aan doen. Ja? Die hangt op, hè. Je tekkeljas. Aandoen. Ga maar naar buiten. Kom maar. Wandelen, hè? Kom maar. Hier zijn gewoon hertjes. Hij ziet ze niet, hij ziet ze wel, hij ziet ze niet. Mooi, kijk eens hertjes. Het is lekker, hè? Ja. En Ciro loopt gewoon door. Ja, daar zaten we vorige keer in dat huisje op het hoekje hier. Kom. Wie zijn dat? Wie zijn dat? Wie zijn dat? Hey. Oh. Kom, gaan we naar huis. Kom. Ga je een baasje zoeken, hè? Dat is gelukt. Hey. Lekker, hè, Regen? Hey, ja, goed zo. Die is goed. Ja. Doe je best, Noah. Netjes, jongen. Laatste avondmaal. Lekker simpel. Ja, niet zo verwend als gisteren. Nee, maar één keer is genoeg, hè? Ja. Dat was hem helaas weer. Het weekendje, het Meerdal. Koffers zijn ingepakt. Ik ga je nog even het laatste rondje doen om te kijken of we niks zijn vergeten. Nou, vond je dit nou leuk? Like de video even. Subscribe even op het channel. Want hè, er komt vast nog heel veel leuke dingen aan. En heb je er nog een leuke suggestie wat we kunnen doen voordat we eindelijk weer naar Disney gaan? Laat het even weten in de comments. Nou, tot de volgende. Doei! Zo, erin. En eruit.